Zijn voor een, een nieuwe aflevering van uh, Revenue Lab. We hebben vandaag nog eens een, een hot topic uh, bij. Iets waar uh, heel veel marketingafdelingen. Um, vermoed ik um, eh, wel met misverstanden zitten, of misschien zelfs met wat frustraties. Er is namelijk het idee van um, kwalitatieve leads. Dat is persoonlijk een uitdrukking waar ik ook het soms wat van krijg, omdat er uh, heel weinig uh, in de praktijk objectiviteit uh, inzit. Dat is heel ja. gekleurd als het over leads gaat, of de kwaliteit van, uh, van leads. En als daar geen afspraken rond worden gemaakt, waar we vandaag een beetje op willen inzoomen, dan is dat... Ja, een goalpost die altijd maar verzet wordt. En een doel dat je eigenlijk nooit echt kunt bereiken. Want kwaliteit, uh, dat is niet alleen van persoon tot persoon anders, dat evolueert dan nog eens uh, na verloop van tijd. Dus dat is zo niet een vast gegeven waar je naartoe kunt werken. Uh, en waarvoor, uh, of als datagedreven marketeer wel een beetje het doel moet zijn. Dat uh, hetgeen dat je voorop stelt, dat je dat kunt behalen en dat dat niet altijd verandert, of dat dat subjectief wordt. Uh, Wordt ingevuld. Um, dus eh, lead generation, het is en blijft een uh, heel belangrijk iets binnen digitale marketing en binnen een go-to-market gegeven. Dus daar wil vandaag nog eens onze visie op geven. Eh, de kwaliteit van een lead, uh, gewoon eh, dat bommetje als dat in een meeting wordt gedropt. Uh, wat je daar in principe misschien op zou moeten antwoorden om te vermijden dat alles uh, uh, het kind met het badwater wordt weggegooid en dat uh, alles van inspanningen overboord gaat. Ja. En, uh, en dat, ja, dat dat een heel subjectief gegeven is waar je eigenlijk ja, nooit in kunt, uh, in kunt winnen. Ja. ja, terecht, terecht, terecht. Want ik denk dat daar heel wat uh, misverstanden door ontstaan. En dat willen we toch wel echt vermijden. Ik denk als ik. we zullen beginnen bij het begin, want kwalitatieve lead. Um, ik denk als je de vraag stelt intern. En dat is al een heel interessante oefening om eens een keer te doen. En je stelt intern aan verschillende mensen, waar, waar dat natuurlijk relevant voor is. Hè. Bijvoorbeeld uh, iemand van het sales team, iemand van het marketingteam, eventueel CEO of. Iemand van uh, finesse bijvoorbeeld, ik ken ook It of customer service. Uh, of mensen die zelfs op de baan zijn, maar hij hey, maakt in principe nog niet uit. Maar je vraagt dan hen, is gewoon heel eenvoudig: wat is voor u een kwalitatieve lead? Gewoon die vraag aan die stellen. Ik garandeer u dat je elke keer een ander antwoord zult krijgen: Iemand dat morgen koopt. Ja. Uh, ja. Iemand dat morgen koopt, iemand dat dit probleem heeft. Ten een andere ga je zeggen: ja, iemand uh, die zo groot is. Hè. Of de ander gaat zeggen: ja, iemand die uh, al zoveel andere dingen geprobeerd heeft en nu bij ons gaat komen. Dus, um, maar de meeste, is inderdaad, de meeste antwoord gaat in de strekking zitten van iemand die vandaag concreet weet wat hij wilt en met ons dat wil kopen. En dat is van vaak de, de nauwe uh, of de inge vertaal zeg, van kwalitatief. Maar dat begint vaak al de mis, het misverstand. Hè? Dus iedereen vult dat op, met andere parameters en met andere uh, waarden in. Ja, en dan wordt dat wel in de meetings uh, naar boven gehaald. Van ja, de kwaliteit van de leads zijn minder. Maar iedereen heeft een ander beeld hoe dat die elite dan zou uitzien. Dus daar begint al natuurlijk heel veel van de problemen. Hè? Ja, dat is heel vaak een klein beetje. Ja. Uh... Ja, zowel zo in een soort. Een, een, een grijze zone, zo, ja, zone ja. waarvan je dan zegt: ja, oké, okay, we halen niet. Vaak is het, we halen niet de omzet. Dat komt er dan vaak op neer. Hè. We halen niet de omzet, hebben we dat kwartaal hadden gehaald. Um, waarom? Ja, we kunnen ze niet allemaal converteren. Dus de, en dan ineens de kwaliteit van alle leads zijn niet goed. En dat is natuurlijk iets wat je wilt vermijden. Want dan gaat er frictie, frictie ontstaan tussen de twee teams, die eigenlijk niet nodig is. En vaak gebeurt omdat je te weinig nuance hebt over kwaliteit en over het woord lead. En laten we daar misschien eens wat dieper op ingaan. Uh, kwaliteit, hè, wat, wat kan dat betekenen? Eén. En wat is een lead? Uh, want die hebben we natuurlijk ook in verschillende snelheden. En ik denk dat je die nuance meer meeneemt in de discussie, dan gaan we veel betere beslissingen kunnen nemen over campagnes en over marketing en sales initiatieven. Ja. We zullen beginnen misschien nog kwaliteit. Dat is natuurlijk even: dit is een, uh, vooral ons onze, uh, onze idee daarover, hè, onze mening daarover. Ik kan begrijpen dat dat voor elk bedrijf wel anders is of dat elk bedrijf er wel anders naar kijkt. Maar wij proberen uh, kwaliteit altijd op dezelfde manier te interpreteren. Um, en we starten meestal bij het ICP. Hè? Is het een fit met het ICP? Um, wat kunnen we daarover vertellen? Vooral een beetje de objectieve parameters. Dus als een contact binnenkomt, dat is eigenlijk de eerste check die we doen. Is het een bedrijf dat we en dan verwijs ik even terug naar onze vorige aflevering in go to market in onze. In deel 1, eigenlijk hebben we het over gehad. Uh, wie is onze doelgroep? Wie is ons ideale klantenprofiel? Dat toetsen we altijd even eerst mee af. Is het iemand dat, als we het nu even over B2B hebben, om het makkelijk te maken, is het iemand die effectief in een bedrijf weet met de juiste functietitel, uh, in de juiste grootte van bedrijf, met een heel specifieke uitdaging waar wij ook een oplossing voor kunnen bieden? Um, Met een bepaalde omzet, in een bepaalde regio, voilà. er kunnen heel wat Eventueel in een bepaalde ontstaan. vertical, maar afhankelijk van hoe je je ideale klantenprofiel bepaalt. Um, meestal, meestal moet ik wel zeggen, doen we dat toch in verschillende uh, ja, tiers, noemen we dat nu soms, maar groepen eigenlijk. En je kunt een ideaal klantenprofiel hebben, laten we zeggen een dream client, waar je zegt, wat dit is echt 100% wie dat wij het best kunnen helpen. Uh, maar er gaan altijd andere segmenten en groepen zijn die je ook goed kunt helpen, maar niet... Die misschien niet de, de ideale fiets zijn. Dus probeer daar wel um, wat interpretatie mogelijk te houden. Dat je zegt, we gaan drie types van klanten bepalen waar we een goede oplossing voor kunnen bieden. En de een is al wat sterker de fiets dan de andere. Maar probeer dat eens in objectieve parameters te bepalen. Wie is die een ideale klant nu? En toets dat eens af: zijn dat nu contacten die er heel veel van staan of net niet? Want dat is volgens ons eigenlijk de, het sterpunt om, om het over het woord alleen al kwaliteit te hebben. Ja, is die persoon objectief en business qualified? dat, Dan zouden we daar ja, theorie, uh, diensten aan kunnen leveren. Voilà, 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 voilà. Aan je producten of diensten aan kunnen leveren. Moest dat nu niet zijn? Stel nu een voorbeeldje. Uh, je, uh, ik ga nu even iets uh, fictiefs nemen, maar stel dat je uh, apparatuur, bijvoorbeeld koelingselementen, uh, zou produceren voor uh, bakkerijen en. Morgen komt daar iemand langs, uh, een slager bijvoorbeeld, die voor zijn koelcellen ook uh, koelapparatuur nodig heeft. En wij weten, ja, nee, dat zit niet in ons ICP, want wij kunnen voor die slagers die een bepaalde uh, normering nodig hebben, een bepaalde uh, apparaten hebben, kunnen wij dat niet bieden. Is onze oplossing niet geschikt en hebben we ook zo bepaald. Ja, dan zit er dus en, volgens mij ook voor een niet-kwalitatieve hè Als je met tegen niet kunt helpen uh, met je oplossing vandaag, en je hebt dat ook op voorhand bepaald dat dat niet deel aan de markt van je ICP. Zelfs niet van een klant die misschien een fiets zou zijn. Nee, dat is effectief iets wat je niet kunt aanbieden. Dan kunnen we het hebben over de, de lead is niet kwalitatief genoeg. Dan hebben we eigenlijk de verkeerde getarget of de verkeerde meegepakt in ons verhaal. Dat is daar direct ook een klein beetje de, de oplossing of waarnaar waar je kunt kijken. Um, moest er heel weinig van die ICP van die ideale klant binnenrollen, uh, heel weinig leads, uh, dan moet je op campagne niveau effectief gaan kijken naar hey, ons, ons segment en onze doelgroepen kennen we die wel goed genoeg. Een beetje terugverwijzend naar het go-to-market of de go-to-market-afleveringen. En zijn we die effectief via de juiste kanalen aan het bereiken, die mensen. Want natuurlijk, als je uh, doelgroep A of ICPA voor ogen houdt en iedereen, komt, eh, iedereen dat binnenkomt, valt daar buiten. En dan ben je in je targeting, en waarschijnlijk ergens misschien ook je messaging, ergens iets verkeerd aan doen, waardoor je de verkeerde mensen aan het aantrekken bent. Ja. En dan heb je effectief een kwalitatief probleem. Hè? Want dan zijn we de verkeerde bedrijven, de verkeerde contactpersonen tot ons aantrekken um, Dat is één. Kwaliteit. Ik denk dat dat de meeste is waar we nog kijken, past het binnen het ICP of niet. Hè? En dan we het, kunnen we het over kwaliteit hebben. Maar natuurlijk komen er nog heel veel andere uh, Assumpties bij kijken, en dat is natuurlijk ook over het woord lead. Hè. Wat is eigenlijk uh, het tweede deel dan van de, het probleem, kwalitatieve lead, het leadstuk? Wat is een lead en welke definitie kleven we daar vandaag allemaal op? En daar zit vaak ook een heel groot verschil intern. Um, sommigen bekijken een lead als: hè, wat jij zei, Theo de Stack, iemand die vandaag een aanvraag doet om morgen een oplossing te hebben. Of dat het dan altijd ideaal is, dat weet ik niet. Ja. Maar, maar eh, dat is dan vaak de interpretatie. Anderen bekijken het eerder als ja, het is iemand die binnen ons ideaal profiel past en op lange termijn misschien wel eens een goede fit kan, zou kunnen zijn. Dus die bekijkt dat op een veel langere tijdspannen. En daar zit vaak ook een heel groot stuk van de frustratie, is de tijdspannen waarop de, de klant zijn aankoop zou willen doen op het moment dat hij de aanvraag doet. Eh? Ja. De, de mate van hoge of lage intentie op dat moment wat soms totaal absurd is, hè? want we hebben klanten waar dat doorlooptijden van anderhalf jaar à twee jaar niet vreemd zijn, dus mm -hmm. het zou maar raar zijn als een aanvraag daar zo binnenkomt, en dat, is de, dat, dat zullen de unicums zijn natuurlijk, dat iemand vandaag met die vraag binnenkomt, morgen zijn oplossing uh, zal bestellen, er durft soms langer over gaan. en soms zit dat complexer in elkaar, en uh, je kunt dat zeker niet altijd verwachten dat dat van dag één op dag twee uh, be beklonken is. Dus soms gaat er gewoon realistisch gezien langer uh, een tijd over. En uh, daarin boven denk ik dat je zelfs veel meer kans hebt om uiteindelijk voor dat type bedrijf uh, een oplossing te kunnen bieden. Want je hebt meer tijd om dat bedrijf mee te nemen in je filosofie, in je visie, uh, dan dat die vandaag binnenkomen en morgen een oplossing zouden moeten hebben. Ja, dan, ga de, dan weet je eigenlijk al dat je op dat moment in veel gevallen uh, in de shorties zit van of dat je meedoet met nog vijf, zes anderen. En je gaat minder tijd hebben om je visie goed over te brengen op voorhand, of in ieder geval te goed door te baren met die klant. Tegenover als ze veel vroeger komen en je ze veel vroeger in dat proces kunt meetrekken, ja, dan gaat het daar aan de voorsprong kunnen nemen tegenover je concurrentie en gaat het ook de kans hebben om stelselmatig in kleinere stappen dat bedrijf of die klant of die prospect of die lead mee in die visie te krijgen. Dus ik vind dat vaak een pluspunt dan een aandeel, maar dat is natuurlijk op welke termijn dat je het evalueert. Maar daar zit dus vaak ook al een heel groot verschil in. hè. Uh, de, het idee van een lead en de tijdspanne die men op een lied inschat. En dat gecombineerd met het woord kwaliteit, zie je vaak dat, er dus, dat je heel veel pistes zet om het te interpreteren, en dat het dan op een gegeven moment allemaal uh, op één, ja, in één verhaal wordt gegoten. En dat men dus eigenlijk zegt vanaf dat een campagne uh, niet onmiddellijk tot omzet leidt, los van wie dat die aanvang doet, op welke tijdspanne dat die iets willen kopen, dat altijd de stempel. Niet kwalitatief wordt opgekleerd, en dat heel dat initiatief de vuilbak in gaat. Ja. Wat is dus vaak totaal ontrecht is. Hè? Nee, want wat gaat er dan uit, inderdaad. Awareness campagnes, contentcampagnes. Dat zijn zo twee specifieke insteken. Terwijl je net ziet, we hebben het in de vorige aflevering, denk ik, ook aangehaald. Als je alleen maar op de koopfase of de prospects in koopmodus focust, dat is een kleinere groep. Iedereen zit erop te vissen. Dat is traditioneel heel duur en heel competitief. Uh, het is door awareness uh, op te bouwen en door aan je categorie te bouwen en de instromende groep van potentiële kopers groter te maken, dat je op termijn er meer business gaat uithalen. Um, en van mensen die er ook ietsje meer affiniteit mee hebben, want die gaan je merk al ergens kennen. En als je natuurlijk al die content initiatieven gaat schrappen, ja, dan is het een heel stuk potentieel dat je ertussen uitsnijdt en dat je gaat missen. Wat we ook al in cases hebben gezien, hè. Um, als dat vroegtijdig wordt gestopt, dan zie je ook niet direct een verbetering op termijn. Uh, waar dat er echt door die een appel wordt gebeten en gekeken, van oké, okay, op korte termijn levert dat misschien uh, nog niet op wat dat we willen, maar we blijven er wel aan bouwen en we blijven timmeren aan de weg en aan onze categorieën en aan onze merkbekendheid. Die, zien daar, eh, die, die plukken daar na verloop van tijd wel de vruchten van. En dan heb ik het recht uh, op één-op-een op een vergelijkingen voor, voor vastgoedspelers, waar dat, uh, vastgoedspeler A zegt: uh, we trekken daar eens zeker uit, want we geloven er niet, want we zien op korte termijn de returnie die dan. Een beetje blijven verder kabbelen en je probeert daar goed te helpen en goede dingen te doen, maar die, die botsen ergens tegen de limieten van wat ze kunnen doen. En dan een andere speler dat zegt: ja, Nu rendeert het niet, maar we blijven eraan vasthouden, want we geloven in de, de, de kracht van merk, de kracht van, uh, van ons brand en van ons vastgoedbedrijf. Die zien dan uh, dat op termijn 40 à 50 procent van hun omzet wordt gerealiseerd door mensen die dat ze hebben kunnen. Converteren is dan het verkeerde woord, maar ergens hebben kunnen, kunnen, aantrekken. Uh, kunnen ja. aantrekken middels content inspanningen en middels awareness campagnes um, die dan dezelfde taal spreken en die dan op een gegeven moment als ze voilà. dan in die faal zitten zeggen ik wil dat met jullie doen want ik volg jullie al lang en voilà. ik, ik geloof volledig in jullie verhaal. Dat je al. veel concreter op kunt werken, dat dat veel aangenamer is, maar je moet natuurlijk wel eh, sowieso ook het eh, juiste segment, juiste doelgroep, juiste targeting, messaging moet juist zitten en dan is het ook een kwestie van... Uh, ja, bijsturen als natuurlijk uh, contacten die niet business qualified zijn die buiten UCP vallen, uh, ICP vallen um, en dan zien dat, dat we genoeg blijven werken op uh, hoe kunnen we hier uh, die mensen op termijn gaan overtuigen om iets mee te doen en dan ga je een mix hebben, een mix bij van mensen die dat op korte termijn iets willen doen mensen die op langere termijn iets willen doen zolang dat je maar ziet dat het allemaal binnen hun ICP blijft, ga je ermee kunnen werken en ga je de stappen vooruit aan het zetten zijn, ja. maar dat wordt dan soms vergeten omdat misschien ja, Letterlijk, een moeilijkere week is of een moeilijkere maand. En dan zijn we ineens. En uh, dan wordt alles bestempeld als. Uh, minder minder goede kwaliteit of minder goede leads. Dus je smijt een initiatief overboord. En dan, ja, dan mist je heel veel. En je begint dan nog eens ergens van nul te bouwen, want uh, het is weer een switch in aanpak. Uh, en dat is natuurlijk heel moeilijk. Om dan uh, een beetje een, een stijgende lijn. Uh, of een groei in je over initiatieven heen uh, te krijgen. Uh. Ja. En um, ja, hoe. Hoe moeten we dat dan wel bekijken? Want dat is natuurlijk altijd wel dan de andere vraag. Uh, vaak is het, ik zal misschien anders zeggen, hoe komt men, denk, dat is mijn uh, aanvoel dat, dat ik nu er toch in zie, maar moeten we het zeker vandaag eens over hebben. Mm -hmm. um, ik denk dat men vaak dag gebruikt als, als uh, eerste signaal van de kwaliteit is niet goed, omdat men eigenlijk te weinig inzicht in heeft in de iets langere termijn impact op de omzet van marketinginitiatieven. Hoe komt dat? Vaak relatief uh, onervaren nog op CRM niveau uh, en misschien ook soms dat slordig op uh, CRM niveau, waarop dat die data niet altijd goed ziet en dat men dus eigenlijk op iets zang niet kan evalueren of dat een bepaald marktinitiatief tot een goed slaagpercentage leidt, en want dat is uiteindelijk hetgeen als we het over kwalitatief en lead hebben, dat is uiteindelijk hetgeen dat telt hè, van de honderd mensen die instromen wie kunnen wij, hè, hoeveel percentage, welk percentage kunnen wij converteren op campagniveau of, uh, of op source niveau, hè, op Basis van instroombron bijvoorbeeld, uh, maar niet op uh, één maand, maar dat is vaak omdat men, men bekijkt dat zo, men heeft een slechte week gehad, men heeft er honderd gebeld en men heeft maar twee mensen aan de lijn gehad. Uh, ik trek het nu heel zwart-wit, maar... Dat is vaak waarop dat die reflex gebeurt van oei, we moeten niet doen aan de kwaliteit, want de afgelopen maand hebben veel mensen gebeld, maar we heel weinig kunnen omzetten. Um, dat kan men nog vaak manueel um, in kaart brengen of aanvoelen, maar vanaf dat men op lange termijn moet gaan kijken, dat is bijna niet haalbaar als men niet matuur genoeg is op serumniveau uh, En doordat men dat niet kan, en dus ook niet de toegevoegde waarde op lange termijn kan zien, gaan we dus altijd blijven hangen in de reflex van... Deze maand was niet goed, want we hebben twee deels gedaan, we hebben wel 400 mensen gebeld. En dus we gaan dat killen. En dat mogen we dus niet doen. Hè. Je moet daar dus echt volhouden. En uh, zorg je dat je eigenlijk in je CRM een bredere analyse kunt gaan doen. Van is een kwartaal, een half jaar, een jaar. En misschien zelfs in sommige gevallen twee jaar of drie jaar. Welke initiatieven hebben we daar gedaan? Wat hebben we van niets gehad En wat waren de slagpercentages van die. Uh, en die contacten die we hebben binnengetrokken. En dan zul je zien, en dat is het voorbeeld waar je de stack aanhaalde, um, dat je verrast gaat zijn over welke initiatieven die je misschien na drie maanden had willen uh, afsluiten of stopzitten. als je ze een jaar later bekijkt, dat je zegt nee, absoluut niet. Want de kosten die wij hebben gehad om dat nu allemaal te genereren, en de impact dat er nu elke maand uitkomt, of de omzet, of de, he, het resultaat dat er nu elke maand uitkomt, ja, daar kunnen we met geen een ander initiatief over treffen. Ja, dat is wat je dus op iets langer termijn begint te zien. Maar dan moet je natuurlijk deels ook doorkijken, en dat is ook deelvisie. Ik denk dat dat ook wel soms deelvisie van bedrijf is. Um, als je dat niet ziet, ja, dan kun je het ook moeilijk inbeelden dat dat op termijn een effect zou kunnen hebben. Dus ik snap wel dat dat ergens elkaar soms tegenwerkt. Um, maar daar gaat het volgens ons, denk ik, over kwaliteit, maar is dus haar percentage over iets langetermijn. termijn. 100%. Ja? Ja. En dan willen we niet zeggen um, dat 5% of 10% maar dan over lange termijn goed is. Nee, ik denk dat je dat wel... Nog een, uw percentage hoog genoeg moet zetten, dat je moet kijken van gemiddeld genomen van de 100 leads die binnenkomen, kunnen wij ongeveer 15 tot 20 procent omzetten. Dat is je benchmark overal en dan kunnen de verschillende initiatieven, kanalen, campagnes uh, met elkaar gaan vergelijken om te zien of dat je die benchmark sterk overstijgt of ondershoot. Uh, en dan kunnen we nogal zeggen: Oké, okay, die programma's gaan we af. Gaan we afbouwen omdat we zien dat we daar niet het percentage halen dat we gewend zijn? Uh, Overal, bijvoorbeeld. Maar dan denk ik dat we op een goede manier over kwaliteit aan het praten zijn. Um, zolang dat we, denk ik, maar de intent waarop men wilt kopen, korte termijn, iets langere termijn, um, laten we zeggen, uh, afscheiden van het feit of ze binnen de ICP passen of niet. Dat zijn wel twee, twee verschillende discussies. Hè. Ja, en dat tweede kunnen we weer beïnvloeden met mijn messaging. Dan, hè? Het, het eerste ja. was, als er. Um, leads binnenkomen niet kwalitatief omdat ze buiten de ICP vallen, dat is, dat is pure targeting en platformen. Als er dan uh, leads binnenkomen uh, die dat totaal andere verwachtingen hebben dan wat de als organisatie uh, beoogd, uh, ja, dat heeft alles met messaging en, en uw landingspagina en de verwachtingen dat je schept uh, te maken. Ja. Om het maar even heel concreet naar het advertising-niveau of het campagniveau te trekken, daar zijn dingen aan te doen. Maar je moet wel een beetje herkennen van waar loopt het dan juist mis binnen dat verhaal. En dan kun je gaan bijsturen en de, de, de kwaliteit waar we het dan vandaag over hebben gehad, uh, in, op die twee niveaus kunnen we dan gaan effectief opschroeven. Maar dat is heel dankbaar wat je zegt. Hè. Als ze nu zouden zeggen, ja. Uh... Wij horen, afgelopen maand hebben we heel veel mensen gehoord, maar zij verwachten, uh, of de verwachting dat zij hadden, is dat ze bijvoorbeeld via een, uh, ik zal het maar zeggen, via een wekelijkse uh, sessies uh, met ons konden samenwerken. En wij werken enkel op, op kwartaal niveau bijvoorbeeld. Dat gaat dan over verwachting, kwalitatieve verwachting van samenwerken. Dat kun je inderdaad in uw campagnes en in uw communicatie iets mee doen. Hè. Dus ook zo'n dingen: stempel dat niet alvast, ja, ze zijn niet kwalitatief voor ons. Nee, ziet dat eerder als een opportuniteit om je communicatie daarvoor te gaan bijsturen. Om ervoor te zorgen dat je meer en meer juiste contacten binnenkrijgt met de juiste intentie op dat moment. Ja, want het is vaak in de andere richting dat gebeurt, ja. hè, dat we in plaats van het meest gespecialiseerde platform, waar dan misschien de aantallen iets lager zijn, gaan we vooral op platformen die daar voor grote aantallen zorgen, want dan zijn we bezig. Ja. Dat is een koe die ik me altijd zal herinneren. En dan de messaging, die gaan we niet concreet maken, we gaan die net zo zoveel mogelijk in het midden en vaag laten, omdat we dan ook alle twijfelaars over de streep trekken, en dan zullen we achteraf wel zien wat we ermee doen. Ja, dat is op de twee fronten natuurlijk de foute keuze. Hè. Dan trekt het er te veel aan voor wie het allemaal te vrijblijvend is. En dat is natuurlijk wat je net niet wilt. Ja. Dus um, allez, zeker denk ik uh, interessant om eens te bekijken hoe dat jullie vandaag het woord kwalitatieve lead uh, intern interpreteren. Ik denk, uh, vraagt dat eens aan iedereen? Nee, dat een heel goede startpunt is om eens te kijken hoe iedereen eronder verstaat en hoe dat zij dat begrijpen. Uh, en probeer voor jezelf um, meer en meer, als die discussie naar boven komt, te bekijken hoe dat je die twee van elkaar kunt scheiden. Het ICP-stukje, is het ons klantenprofiel of niet? En twee, wat is het? de tijdshorizon waarop dat ze klaar zouden zijn voor een aankoop? En stel dat er toch niet iemand een match zou zijn met UICP, ICP. Uh, wat kunnen wij dan doen om die verwachting uh, op die landingsbaan in die campagne wat schepen te krijgen? Maar graak niet of uh, wordt niet verleid tot het. Uh, het, het idee om dan effectief alles gewoon te schrappen, want dat is niet de oplossing. Hè. Je moet dat ook vaak als een proces bekijken om altijd die verwachtingen die je voorop stelt om die beter te krijgen. Uh, en dat heeft tijd nodig, dat heeft inzicht nodig en dat gaat er nooit van het begin kunnen doen. Maar dat, dat wil dus niet zeggen dat uw campagnes dan slecht zijn. Hè. Dat, dat is hetgeen dat we hier vandaag even willen brengen. Dus, ja. De nuance van de kwalitatieve lead, of het woord kwalitatief in lead: voilà. Een bommetje, denk ik. Uh, nee, dus denk ik een heel... Allez, een heel zeker uh, in tijden... Uh, ik denk dat we vandaag nog altijd in economisch woelige tijden zijn. Dan komt dat... Dat zijn altijd de momenten waarop dat, dat terug naar boven komt. Hè, omdat men dan uiteraard elke investering die men doet op marketingvlak um, tegen het licht wil houden. En dan komt dat woord kwalitatief natuurlijk heel snel weer naar boven. Maar het wordt dan op heel veel verschillende manieren geïnterpreteerd. Met waar we dan alles op elkaar gooien. En ja, dan gaan er dus programma's afsluiten die dus totaal uh, wel... Een goede bijdrage leveren tot een business. Hè. En dat, zou, hey, dat vinden we jammer en dat willen we absoluut uh, vermijden. Zeker met de plannen die eraan komen naar volgend jaar toe. Dus probeer te, het verhaal van kwalitatieve iets wat dieper door te kijken eigenlijk of in ieder geval door te analyseren. Moest je daar vragen bij hebben? Uh, laat het ons uiteraard gerust weten uh, via meteoris.eu. Je altijd de vragen sturen of je kan ons gewoon via LinkedIn uh, een bericht sturen en dan komen we daar zo heel veel, met heel veel plezier op terug. En indien niet, zien of horen we die graag tijdens de volgende Raven Lab. Tot dan.